Hoi, ik heb last van een koortslip en ik wil jullie graag laten zien hoe je dat goed kan camoufleren, hoe je het kan voorkomen, welke middeltjes goed werken en mijn ervaring ermee. Want ik heb dit al sinds ik klein ben en ik heb echt de nodige dingetjes, trucjes, medicijnen en zo geprobeerd. En ik weet wat nu goed werkt voor mij, dus dat wil ik graag met jullie delen. Als eerste, een koortslip is niet per se een SOA. Ik heb dit gekregen door mijn moeder, want je kan een koortslip krijgen door met iemand te zoenen, zelfs al te knuffelen. Ik heb het een keertje aan iemand doorgegeven doordat ik 3 zoenen soort van in de lucht gaf. Dus echt, het is zeer besmettelijk. Als je een koortslip hebt, probeer gewoon te vermijden dat je met mensen zoent en knuffelt. Maar ik denk dat degenen die dat hebben dat ook wel weten. Maar het is dus niet per se een SOA, het is gewoon echt een blaasje wat je overgeeft aan anderen. En als je het eenmaal hebt, dan zit het voor altijd in je lichaam. En het komt terug op momenten dat je weerstand heel erg laag is. Bij sommige mensen duurt het jaren voordat hij terugkomt. Bij anderen komt hij 1 keer in de 3 maanden terug. Nou, ik heb hem zelf altijd in de zomer 1 keer op de heetste dag. En ik heb hem altijd 1 dag in november ongeveer. Dus het is wel gek dat ik hem nu heb, maar dat zal ik zo even uitleggen. Dus er is niks geks aan een koortslip. Het is alleen gewoon zwaar irritant. Maar gelukkig zijn er middeltjes tegen. En ik ga even laten zien welke ik altijd gebruik. Ten eerste mijn ultieme tip. Ik heb deze tip zo vaak gekregen, maar elke keer dacht ik, ja, maar het is best wel duur. En nou ja, ik ben toch maar begonnen hiermee en het werkt geweldig. L-lysine capsules of pilletjes. Mijn potje is bijna op. Dit is een aminozuur. En als je dit iedere dag slikt, kijk, zo ziet het eruit, dan krijg je geen koortslip. Het is dus zo dat dit stofje, als dit in je lichaam zit, dan breekt de koortslip niet door. En er zijn mensen die nemen dit elke dag. En ja, het is best wel duur. Ik weet niet meer hoeveel, een potje was geloof ik 30 euro. Ik weet het niet. Ik heb het echt best wel een tijd teruggekocht. Maar wat ik doe, is ik weet dat ik in juli een koortslip krijg. En ik weet dat ik in november een koortslip krijg. Zodra die periode aankomt, begin ik het gewoon elke dag te slikken. En zo heb ik dus geen koortslip gehad in juli dit jaar. Echt heerlijk. En hetzelfde geldt voor november. Geen koortslip gehad. Maar vorige week ben ik een beetje, ja, een beetje kerstongezond gegeten en zo. En ik was een beetje laks met mijn pilletjes innemen. Met als resultaat dat ploep, daar is die weer in december. Misschien als ik nog even was doorgegaan dat ik soort van ook deze zou overslaan. Want serieus, voor mij is het ook echt heel lastig met werk. Want ik maak natuurlijk foto's van mijn lippen. Ik weet niet, maar jullie willen vast niet een lipswatch met dit gedrocht erbij zien. Goed, nummer 1 tip is dus L-lysine innemen. Elke dag of in de periode dat je merkt dat hij er weer aankomt. Of als je het voelt kriebelen, gelijk 2 innemen en blijven slikken de dagen daarna. Dan tea tree olie. Dit kan je kopen bij de tuinen ook, net als die pillen trouwens. Wonderspul, echt supergoed spul. Hier heb ik het ook al jaren over. Nog voordat ik met beauty loss begon was ik al helemaal pro tea tree oil, want dit werkt goed tegen puistjes, maar ook heel goed tegen een koortslip. Je tipt het een beetje erop, zo met je vinger, en dat doe je door de dag heen. En ja, de een of andere reden werkt het super goed. Dan uitdrogen, ook heel belangrijk. Hanna Active Dry, heb ik ooit wel eens een artikel over gemaakt, werkt heel erg goed. Dit is ja, ook iets wat weer voor puistjes bedoeld is, wat het soort van uitdroogt, maar bij dit werkt het ook heel goed. Gewoon een dikke, dikke laag aanbrengen. En het is best wel roze en opvallend. Dus het is niet iets wat ik overdag doe, maar gewoon voor het slapen. En iets wat helaas niet makkelijk hier te krijgen is, dat is Biafine. Dat heb ik ooit in Parijs gekocht. Het is een brandwondenzalf en dat wordt door veel fysiotherapeuten gebruikt voor het gezicht. En het werkt zo goed. Als ik eens een keer weet je, een rustige huid heb en ik doe een laagje Biafine erop, dan wordt het gelijk beter. Maar het werkt dus ook heel goed tegen een koortslip. Het is echt iets wat je bij de apotheek moet halen. Het wordt niet in Nederland verkocht. Dus je zou echt in Frankrijk, weet je, het is een soort medisch iets, zou je dat bij de apotheek kunnen halen. Sommige mensen vinden het fijn om het vettig te houden. Bij mij werkt dat nooit, maar wordt dat veel erger. Als je dat wil doen, dan kan je een zalfje gebruiken, zoals deze. Check the pan. Rosebud zalf of vaseline of blistex doen ook heel veel mensen. Bij de ene werkt het, bij de andere niet. Ik moet echt iets hebben wat het uitdroogt. Wat bij mij totaal niet helpt, zijn die patches. Ten eerste vind ik ze ontzettend duur. Ik koop liever een potje L-lysine. En ze werken gewoon niet. Mijn koortslippen zijn ook over het algemeen groter dan die patches. Die zijn dan zeg maar de helft van dit. En die zalfjes, de Sofirax en zo, daar ben ik al helemaal immuun voor. Als je te veel iets gebruikt, dan werkt het niet meer voor jou. Nou, dat heb ik dus met al die smeerseldingetjes. Maar dit werkt bij mij allemaal wel. Dan zal ik nu laten zien hoe je hem goed kan bedekken. Natuurlijk moet je make-up gebruiken, maar pas heel erg op. Dus ga niet met je kwasten eroverheen en met sponsjes die je dan weer teruglegt in je stash. Probeer zo hygiënisch mogelijk te werken.
Een trucje dat ik door de jaren heen heb ontdekt is dat primer heel goed werkt hierbij. Want het is eigenlijk een soort, ik wil niet inzoomen voor jullie, maar het is een soort kraterlandschapje zo. En natuurlijk doe je daar foundation overheen, maar dan zie je toch een beetje bobbels. En het gaat dan weer helemaal in de lijntjes zitten van die kraterstukjes. Dus wat je kan gebruiken is een primer, een basis. En toevallig, deze van de Body Shop, die heeft ook Tea Tree erin. Het is eigenlijk een pore minimizer, maar ook een primer, mattifier. Dus wat ik ga doen is, ik ga dit aanbrengen. Dan dip ik er zo op. En nu zit er een soort van, ja, net als met plamuur en zo. Dus een soort plamuur basislaag op. En dan blijft de foundation concealer iets beter zitten. Zorg ervoor dat je tussendoor goed je handen reinigt. Want je wil niet dat dit in je andere mondhoek gaat. Of in je ogen of wat dan ook. Dan neem ik nu mijn BB cream. Ik kan gewoon een foundation gebruiken, wat jij wil. Ik breng het weer aan met mijn vingers. Want ik ga geen kwasten vies maken of zo. En ik begin op de rest van mijn gezicht. Ik ga er eerst omheen. Nu doe ik een beetje op één vinger. Doe ik zo, als het niet te veel is. En dit dip ik er overheen. Dan neem ik een klein beetje concealer met een andere vinger. En als je denkt, oh, wat een plamuurlaag, wat veel. Ik vind dat alleen maar beter, want dan droogt het gewoon uit. Weet je wel, het moet gewoon droog worden, weggaan. Het is gewoon een kwestie van alles zo droog mogelijk maken. Nog een klein beetje foundation. En wat ik ook doe is, ik doe een klein beetje foundation op mijn lippen. Ik doe eigenlijk nooit lippenstift op, want dat gaat natuurlijk ook weer infecten met andere dingen. Dus vermijd gewoon lipproducten, hoe vervelend dat ook is. Ik doe een beetje foundation voor een soort nude lip look. En tenslotte een beetje poeder om het te fixeren. En ook daar gebruik ik een vinger voor. En dat tap ik er zo overheen. En dat is het. Dit is hoe ik mijn koortslip camoufleer. Natuurlijk zie je hem nog wel, omdat het toch een beetje bobbelig is en zo. Maar een stuk minder. Zeker als je een foto maakt, dan valt hij toch weg door de flitser een beetje. En op deze manier, ja, ik heb het idee dat ik hem ook goed uitdroog. Dus wat ik doe is, ik doe 's ochtends iets erop. Dan wacht ik even. Vervolgens als ik weg moet, doe ik er make-up op. En dan als ik thuis kom, make-up eraf, gelijk weer iets uitdrogends erop. En voor het slapen gaan een dikke laag. Ik hoop dat jullie mijn tips handig vinden wat betreft de koortslip. Dank jullie wel voor het kijken en ik zie jullie snel weer. Doei doei!